Donderdagavond was de Nationale Postcode Loterij op de Heinseweg in Sittard Geleen neergestreken. Er waren nog ruim 750 deelnemers uit het postcodegebied 6131. Op de oude ziekenhuislocatie werd nadat de spanning flink werd opgebouwd, het bedrag bekendgemaakt wat de gelukkigen per lot konden winnen. Ik feliciteer alle prijswinnaars. Ik denk dat het belangrijkste is. Iedereen gunde het elkaar ook. Iedereen gunde ook de mensen die het gekregen hebben. Ik ken een heleboel mensen nogmaals die daar boven zitten. Die ben ik nog niet allemaal tegengekomen. Die zal ik vandaag wel tegenkomen. Ik zat één nummer ernaast. Maar, en ik woon nu in de arme buurt van Sittard, de Kolleberg. Wie heeft er een klein plekje voor de burgemeester over? Ja, er gaan een heleboel handen gelukkig omhoog. We hebben een lot met 140 kansen. En ongeveer 40 jaar, denk ik, zolang het bestaat. Speel je al mee? Ja. Als de eerste keer, ja, een klein prijsje, een bakje eens of zo. Hè. Het werd tijd na 40 jaar, hè? Je doet het goede doel steunen. En daar is je toen begonnen mee. En later zijn die prijzen gekomen, hè. Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen. En ik heb hier een appartementje. En het eerste wat ik gedaan heb, was een postcode-lot kopen. Op dit adres. Dus ik ben extra uit Zeeuws-Vlaanderen komen rijden om dit mee te maken. Nou, dan heb je het gewoon aangevuld, hè. Ja, ja. Woon je ook in de winnende postcode? Nee. Nee, je komt gewoon lekker een feestje vieren. Ja. Weet je ook al wat je het geeft door met het geld? Nee, totaal niet. Ik moet eerst eens afwachten wat ik krijg. We waren bij u een paar dagen geleden en u heeft een prachtige prijs gewonnen. Hoe voelt dat? Hoe is dat? Nee. Ja, punt, mooi hè. Ook dat momentje was natuurlijk waanzinnig. En dan zit je en dan is de ploeg weg. En dan? En dan denk je, wat nu? Ja, wat nu? Ja, dan blijf je maar denken en je kunt gewoon niet geloven, dus het is gewoon, ja, onbegrijpelijk, onwerkelijk. Waar heeft de check de afgelopen dagen gestaan, gelegen of gehangen? Dat kan ik niet vertalen. Ik wil je eindeloos beminnen. Oké, man, klap in je hand. Nu de grote vraag: waar gaat hij nu op stoppen? Oh, spannend. Oké, daar komt hij aan, jongens, daar komt hij aan. Voor de tweede keer vanavond. Ja! En wie vult dan als ze dan geen lot hebt? Kut. Ja. En geeft ze nu mee door of denkt ze van nee, nu hoeven we dan niet meer? Mijn oma had twee loten, dus toch al van ver. Oh, dan wordt het gedeeld. Dat hoop ik. Nou, succes vanavond. Dankjewel. En je bent nou gekeken wat het gaat worden voor een bedrag, of weet je dan? We weten nog niks. 9000, maar meer weten we nog niet. Dus, Wat hoop je? Ja, ik hoop nog wel wat meer, maar 9000 is wel heel mooi. Daar zou ik wel heel gelukkig mee zijn. En weet je ook wat je gaat doen met het geld? Ja, ik denk op vakantie gaan. Neem mijn ouders mee naar Panama, Costa Rica. Een mooi reisje maken, misschien een auto erbij. En dan ben ik helemaal blij. Niet de postcode, we hebben 6136, maar we zijn er volgend jaar aan de buur. Volgend jaar? Ja, ja. Gevuld aan alle? Ja, ik vul het al aankomen. Van 2015 is geworden het bedrag per lot met maximaal aantal kanjepunten. Laat maar zien!